neemt ons mee in zijn visie over hoe we in de Madhouse van deze tijd een nieuwe vorm kunnen creëren van burgerlijk leiderschap en maatschappelijk ondernemerschap. Dames en heren, Steven de Waal! In de Madhouse gebeurt van alles in de samenleving en daar ook bij in de burgerij. En waar Stefan heel veel over schrijft is over burgerkracht, over burgermacht in verhouding tot het systeem, in de instituties waar we met elkaar in leven. En eigenlijk grijp ik ook een beetje terug op de introductie van Ron over jullie eigen rol daarin. Dus in plaats van dat jullie allemaal blij achterover mogen zitten en mogen luisteren naar wat er allemaal gebeurt in de wereld, neem ik jullie eigenlijk mee in jullie eigen rol. Dus teruggrijpend op wat Ron aangeeft, samenleven is een werkwoord. Samenleven is wat we allemaal aan bijdragen. Ga ik jullie meenemen in jullie eigen maatschappelijk leiderschap. En de kernbegrippen daaronder zijn onder andere burgerschap in de boardroom. Dus u dacht dat burgerschap iets was voor leuke vrijwilligers in de buurt, of buurlieden die op elkaar letten, of mensen die filantropie bedrijven. Maar het antwoord is dat u dat eigenlijk zelf kunt zijn. En dat het de vormen van ouder leiderschap eigenlijk aan het eroderen zijn en dat we daar een nieuwe vorm voor met elkaar moeten vinden. En ik denk dat Steven een aantal denkrichtingen meegeeft hoe die nieuwe vorm van maatschappelijk leiderschap eruit zou kunnen zien. Het gaat om leiderschap, dus het gaat om wat u wil dat er gebeurt en of anderen daar een beetje in meegaan. En de belangrijke kenmerken zijn dus dat u vanuit purpose denkt, van public value, van maatschappelijke vraagstukken, van ondernemerschap. En een hele belangrijke waar ik nader bij stilstaan, one of our citizens. Dus de nieuwe cultuur, de social media cultuur, de technologie van de burgers zelf, maakt dat u er ook alleen maar komt als u zich gedraagt als erbijhorend. Achter de term leiderschap zit heel erg dat de volgers bepalen of jij leider bent. De volgers definiëren jou als leider, waar ze gezag aan toevertrouwen, waar ze in geloven, waar ze achteraan lopen. En dus gooi alle boekjes weg die je op je nachtkastje heeft over mensen die zichzelf leider noemen. Die hebben het dus niet begrepen. Dat ze doorkrijgen dat dus de nieuwe publieke sector en publieke arena een opening biedt voor eigen ondernemerschap en eigen burgerschap. Dus dat ze hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid zelf moeten waarmaken. Vanuit mijn eigen ontwikkeling was ik al aan het kijken van hoe kan ik nou weer maatschappelijke waarde geven aan mijn positie. En dat werd door deze presentatie eigenlijk heel mooi ingevuld hoe je dat op een bepaalde manier zou kunnen doen. Dus dat vond ik super interessant. Ja, absoluut. Ja. De nieuwe tijd is dat hopelijk de democratie doorheeft dat die gaat veranderen. Daar heb ik niet veel hoop op. Want in Den Haag denken ze nog dat ze het referendum kunnen afschaffen. Terwijl elke dag houden we een referendum. Ja. Dus dat is een beetje dommigheid daar. En de nieuwigheid hier zit in dat wij toenemend onze eigen verantwoordelijkheid ook publiek. En wij zijn ons misschien nog niet voldoende bewust van de machten die we hebben en hoe we die met elkaar kunnen verbinden. Eens. Nou, inspirerende boodschap. Hartelijk dank, Steven de Waal! APPLAUS